Vier strafpunten in het parcours, vier erbij voor de tijd. 82, 30 honderdste seconde, 8 strafpunten totaal. Er rijden zoveel goede ponies mee en zoals ik al zei, mijn pony is erg jong. Dus het is vooral voor de ervaring en probeer een mooi foutloos rondje te rijden en dan de rest zien we dan later wel. Je gaat hier in Vraande een dressuurclinic geven. Waarom een dressuurclinic? Ja, het is een springwedstrijd hier in Auto Gelderland in Vragender. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje dressuur erbij houden. Dus vanavond is een hele leuke dressuurclinic. Gewoon om een beetje informatief, een beetje voor de gezelligheid en een beetje gewoon leuk. Hoe leg je nou aan een kind uit wat dressuur is? Ja, ik denk altijd dat je het beste met ballet of met turnen kunt vergelijken. Dat het vooral gaat om dat jij het mooi uitviert. Vindt zien en paarden draaien bijvoorbeeld. Een van mijn thema's vanavond gaat over pirouettes. Nou, dat zien we met ballet natuurlijk ook wel eens. Ja, en dat zie je dan bij de paarden ook. Het ziet iets anders uit met vier benen, maar de draaien is eigenlijk hetzelfde. Dus met kinderen en met paarden hetzelfde. Die wat het leuk vinden en het goed kunnen, doen het graag. Die wat er geen talent voor hebben, doen het vaak liever niet. Dus de springpaarden die zullen liever geen pirouette draaien, maar de dressuurpaarden die vinden het leuk. Ik geef met regelmaat clinics, niet heel veel. Ik ben tegenwoordig best druk. Ik rijd zelf nog paard, ik geef veel les. En mijn kinderen springen allebei, dus ik ben ook veel met hun onderweg. Ja, gelukkig hebben we een heleboel enthousiaste mensen gevonden. Helaas was een van de mensen wat mee zou rijden, Marten Luiten, die brak gisteren zijn sleutelbeen, dus die had even pech. Dus die is er even een paar weekjes uit, maar gelukkig waren er gelijk een heleboel andere mensen die heel graag in die kliniek wilden rijden, dus zijn plek was makkelijk opgevuld. Is jou zelf ook al eens een keer zoiets overkomen vlak voor een wedstrijd? Ik heb ook al van alles gebroken gehad. Ja, soms, paardrijden is echt superleuk, behalve als je eraf valt. En als je dan ook nog iets breekt, dan is het echt het minst leuke. Maar goed, dat gebeurt. Ik kan met de fiets vallen van het trapje in het huis. Dat heb ik ook al allemaal gedaan natuurlijk. Helaas twee gemaakte springfouten in de Grand Prix voor Wendy Scholten en Jocelyn Brown. 8 strafpunten in de tijd van 73, 59 honderdste seconde. Etwald, 73.59.